Oké, dan van harte welkom bij deze video. Mijn naam is Robert-Jan Hendricks, oprichter van Optimale Gezondheid. En in deze video gaan we het hebben over hoge bloeddruk en stress. Dus met name heb ik een hoge bloeddruk, mogelijk vanwege stress. En wat je natuurlijk ook het beste kunt doen, ja, om je bloeddruk daarmee te verlagen. Nou, hoge bloeddruk en stress wordt natuurlijk al voor een lange tijd met elkaar in verband gebracht. En als je de onderzoeken er ook even bij pakt, die hebben ook aangetoond dat de type A persoonlijkheden, dus dat zijn mensen die veel energie en een nogal pittig karakter hebben, en woede, of vatbaar zijn voor woede moet ik zeggen, woedeaanvallen, een hoger risico hebben. Op het krijgen van onder andere hartaanvallen, maar ook lijden aan langdurige hart- en vaatziekten. Dan personen met een wat meer teruggetrokken persoonlijkheidstypes. Het is heel interessant als je daar onderzoek naar doet, de verschillende personality types. Dus type A, mensen om maar zo te zeggen, die hebben ook eerder last van hoge bloeddruk. Dus is dat ook echt daadwerkelijk zo? Dus zullen we de onderzoeken er even bij pakken. Nou, in deze video gaan we dan ook even hebben over hoge bloeddruk en stress. Ik zal ook nog even kort gaan hebben over wat hoge bloeddruk nou precies is. Is er daadwerkelijk een verband? Ik wil nog met je gaan hebben over de risicofactoren voor een stress, gebonden hoge bloeddruk. En ik wil nog met je gaan hebben over het begrip stress. En ook met oog op wat je nou het beste kunt doen om dat te verminderen. Dus dit is gaat waarschijnlijk een wat langere video worden, maar dat vind ik niet erg. Dus zorg ervoor dat je deze hele video natuurlijk gaat kijken. En mocht je zoiets hebben van ik wil nu graag direct aan de slag om een hoge bloeddruk te verlagen met natuurlijke remedies, voedingspatroon en antistress, check dan even mijn gratis e-book met de 29 tips. Nou, wat is nou hoge bloeddruk precies? Nou, het is een echt wel een veel voorkomende aandoening, moet ik zeggen, waarbij dus de langdurige kracht van het bloed tegen de slagaderwanden groot genoeg is geworden dat er uiteindelijk dus echt gezondheidsproblemen ontstaan. Dus denk dan aan hart- en vaatziekte. Dat is natuurlijk degene die het meest belangrijk is. En dat is ook een van de grote oorzaken van vroegtijdig overlijden. Nou, mijn gratis e-book geef ik je direct al een aantal handige tips. Dus ik heb even een link onder deze video geplaatst. Dan kun je hem gewoon even direct downloaden. En ook wil ik je ook aanbevelen om daar een aantal tips al direct toe te passen om je bloeddruk te verlagen. Nou, de bloeddruk wordt dus bepaald door zowel de hoeveelheid bloed die je had rondpompt als de mate van weerstand. En dit is cruciaal, want de bloedstroom in je slagaders meten, dat is belangrijk, want hoe meer bloed je hart rondpompt en hoe nauwer dus deze aderen als het ware zijn, hoe hoger je bloeddruk. En dan kun je dus ook wel voorstellen waarom het zo cruciaal is om je bloeddruk te verlagen. En het probleem is ook dit: je kunt jarenlang een hoge bloeddruk, oftewel hypertensie, hebben zonder dus dat je symptomen ervaart. Zelfs dus zonder de symptoom dat er de schade wordt aangericht aan de bloedvaten en je hart. Dus dat is namelijk wat het zo risicovol maakt. Want deze ongecontroleerde hoge bloeddruk verhoogt echt het risico op het krijgen van ernstige gezondheidsproblemen. Ik denk dat je dat wel met mij eens bent. Totdat je echt symptomen gaat merken dus. En dan mogelijk naar het ziekenhuis gerezen wordt. Of dat de huisarts je dat vertelt en direct medicatie krijgt voorgeschreven. Dus het wordt over het algemeen over vele jaren ontwikkeld. En het beïnvloedt uiteindelijk bijna iedereen, helemaal op wat hogere leeftijd. Nou, gelukkig kan het gemakkelijk gedetecteerd worden. Dus dat scheelt natuurlijk, dat je een wat hoger bloeddruk hebt. En dan kun je dus ook al strategisch actie ondernemen om je bloeddruk onder controle te houden. Nou, de meeste mensen met verhoogde bloeddruk, die ervaren dus niet die symptomen, zelfs dus al als de bloedwaarden dus al gevaarlijk hoge niveaus hebben bereikt. En dat maakt het dus ook zo risicovol. En daarom neem ik ook deze video's op. Want sommige mensen met een hoge bloeddruk kunnen misschien na lange tijd dus hoofdpijn, kortademigheid en misschien zelfs neusbloeding ervaren. Ja, maar deze symptomen dus zijn niet zo direct specifiek voor hoge bloeddruk. Ja, en dat maakt het ook weer zo risicovol, want deze symptomen kunnen natuurlijk ook weer toewijden aan iets heel anders. Dus je krijgt pas eigenlijk echte symptomen wanneer het dus een levensbedreigend stadium heeft bereikt.
Nou, de video gaat natuurlijk over stress en hoge bloeddruk. Nou, deskundigen zeggen dat het antwoord op deze vraag geen simpele ja of nee is. Want het is heel persoonsgebonden. Want stress betekent niet automatisch natuurlijk dat je langdurige problemen met een hoge bloeddruk krijgt. Ik denk dat je dat wel met mij eens bent. Nou, je lichaam reageert op stress door de aanmaak van de zogenaamde stresshormonen. Dus denk dan aan epinefrine, dus adrenaline en cortisol. Dus die verhogen dus meer in je lichaam, maar daardoor wordt de bloeddruk ook verhoogd. En dat is natuurlijk het vecht of vluchtreactie, moet ik zeggen. Dus je bereidt je als het ware voor om een gevaar en je wilt dit dus ontsnappen. Het is heel oudsher natuurlijk waar dat vandaan komt. Nou, van nature ervaren de meeste mensen nu meer chronische stress van de dagelijkse irritaties en beslommeringen. Denk dan aan misschien een moeilijke baas die je hebt, misschien in de file staan, deadlines, misschien kinderen op tijd op school krijgen en misschien weer ophalen. Ja, en dit soort kleine irritaties, die kunnen dus al dat fysieke effect triggeren, dus vechten of vluchten, fight or flight. En daardoor kun je dus een constante niveau van stress ervaren in je lichaam, waardoor dus ook die stresshormonen constant vrijgelaten worden in je lichaam en wat dat dus weer je bloeddruk verhoogt. Nou, wat voor de een heel stressvol kan zijn, kan voor de andere persoon compleet als niks of als het ware rustgevend bijna worden ervaren. Dus het verband tussen hoge stress, veel stress en hoge bloeddruk, daar is nog wel meer onderzoek naar nodig natuurlijk. Dus er is nog niet één duidelijk verband, maar dat heeft dus heel erg te maken hoe jij stress ervaart. Dus jouw individuele stressfactoren. Dus als dat echt een bron van ellende is, dat je constant bezorgd bent, dat je constant misschien verontrust bent, dat je constant je ergert misschien doordat je elke dag in de file staat. Ja, dat kan dus zeker wel een groot effect hebben op je gezondheid. Natuurlijk niet alleen hoge bloeddruk, maar gewoon eigenlijk het totaalplaatje. Nou, het probleem is dat als het vaak voorkomt, dat je zelfs dus tijdelijk aanvallen van hoge bloeddruk schade kunnen veroorzaken aan je hart. Dus als je echt enorm opvreet, waardoor je bloeddruk even echt omhoog gaat, dat kan dus al risicovol zijn voor je gezondheid. En als je dat dus constant hebt, dat is natuurlijk wat we willen voorkomen. Nou, de risicofactoren voor een stressgebonden hoge bloeddruk, daar wil ik het nu even met je over gaan hebben. Want als je door jouw omstandigheden of leefstijl constant onder druk staat, dan kun je dus dat risico lopen op een stressgeïnduceerde hoge bloeddruk, zo kunnen we dat noemen. Want die symptomen van stress, die omvatten dan ook moeite met slapen, dus dat je echt aanstaat, hoofdpijn, misschien buikproblemen, die nervositeit, darmproblemen, misschien dat je zwetende handen of palmen krijgt, misschien hele snelle ademhaling of hartkloppingen zelfs. Dus als je maag zich al omdraait bij het denken aan je werk of je baas, dan is de kans natuurlijk al heel groot dat je in een simpelweg een ongezonde, stressvolle situatie zit. Ja, we weten dan ook wel dat het echt invloed heeft op je gezondheid, maar ook op je bloeddruk. Dus je moet vooral bezorgd zijn als je een familiegeschiedenis hebt van een hoge bloeddruk. Maar ook als je Afro-Amerikaans bent, omdat als je de onderzoeken erbij pakt, die groep ontwikkelen sneller dus hypertensie. Dus dat is de medische term voor hoge bloeddruk. Dus dat zijn dingen, dan zou ik het zeker in de gaten houden. En dan zou ik ook gewoon zeker regelmatig mijn bloeddruk willen meten. Nou, wordt mijn risico dan ook op hypertensie verlaagd dus als de stress wordt verminderd? Dat is een vraag die ik vaak krijg, in de mail of op mijn blog. Nou, dat is ook direct weer zo'n vraag waar ik niet direct zo even eenvoudig antwoord op kan geven vanwege de individuele factoren. Dus er is niet zozeer een direct verband gevonden tussen stressreductie en een lage bloeddruk. Als je bijvoorbeeld op PubMed kijkt. Maar het goede nieuws is echter wel dat stressbeheer wel je algehele gezondheid natuurlijk verbetert. Dus daardoor ook algemene gezondheidsvoordelen heeft. En dit heeft dan weer invloed natuurlijk op je hart en op je cardiovasculaire gezondheid. Dus op het totaalplaatje. Dus het is niet zo A, B, maar we moeten het zien totaalplaatje. Dus ondanks het feit dat er niet echt wetenschappelijke studies zijn om daar een directe verband te vinden, is er natuurlijk wel duidelijk dat chronische stress beslist niet helpt om je bloeddruk binnen de normale waarde te houden. Ook een beetje gezond verstand gebruiken als je de ene kant onderzoeken hebt en natuurlijk je persoonlijke situatie bekijkt. Nou, je stress verminderen, dat
is niet alleen goed voor je bloeddruk als het ware, maar ook gewoon natuurlijk voor je algemene gezondheid. En als je echt zo'n stresskip bent, dan zou ik daar echt wel de focus op leggen om dat dus aan te pakken. Nou, dit kan ook betekenen dat je een aantal moeilijke beslissingen moet nemen. Misschien, noem maar wat, een bepaalde kennis waar je gewoon veel stress van krijgt. Of een baan waar je stress van krijgt. Ja, dat is natuurlijk wat je kunt doen. Nou, even een paar tips dus om hoe je nou het beste stress kunt bestrijden. Nou, als je daar de onderzoeken bekijkt, dan is het heel belangrijk om te bewegen. Want je hebt als het ware die stressreactie in je lichaam. Helemaal als je chronische stress hebt. En door te bewegen, door een wandeling te maken. Misschien even een stukje hard te lopen. Naar yoga te gaan. Maakt niet uit. Merk je al dat het gewoon de stress gaat verminderen. Want je kunt het... Ja, the body is made to move. Dus wanneer je regelmatig beweegt. En ik zou het met name aanbevelen om een lange wandeling te maken. Misschien door het bos. Dan zul je al direct ervaren dat de stress, de angst, de nervositeit die je misschien ervaart, dat minder valt. Je kunt het beter plaatsen. There is something to it in het Engels. Als je gewoon door een bos loopt, ik merk gewoon dat het voor mezelf ook heel goed is. Nou, die stresshormonen natuurlijk, die worden dus verlaagd. Helemaal dus als je dus oefeningen doet. En met oefeningen doe ik dan meer op gewoon je lichaam gebruiken. En wat dat is, dat kun je natuurlijk zelf invullen. Misschien dat jij bijvoorbeeld zwemmen heel fijn vindt. Want er komen dan ook endorfines vrij. Dus dat zijn als het ware natuurlijke pijnstillers. Dus die genotshormonen waardoor stress ook vermindert. Nou, slaap, cruciaal. Slaapkwaliteit verbeteren, cruciaal. Helemaal door drukke en toch wel stressige leven van nu. Zorg ervoor dat je genoeg slaapt. Want dat is wel echt iets waar ik merk voor mezelf, persoonlijk, mijn eigen ervaring, wanneer ik gewoon niet zo goed slaap, of dan merk ik gewoon dat ik veel minder aan kan. Dus dat wil ik je direct meegeven. Dus zorg ervoor dat dat op orde is. Nou, ik zou ook gewoon een activiteit proberen waar je echt van geniet. Dus dat het niet voelt als een must. Ik denk dan wandelen. Ik doe zelf dansen graag. Maar misschien dat jij yoga, pilates leuk vindt. Of misschien even doe dus in een sportschool. Misschien wat oefeningen doen. Joggen. Het maakt niet uit als het maar gewoon de stress vermindert en als je maar in beweging bent en als het maar een routine wordt. Want if you don't use it, you lose it. Nou, er zijn natuurlijk ook een aantal natuurlijke remedies of supplementen dus om stress en angst en nervositeit te verminderen. Dus ik zal even een paar met je delen. Dus de meest voorkomende die worden gebruikt. Nou, eentje daarvan is onder andere citroenbalsem. Dus dat is een lid van de mintfamilie citroen. En die is dus ook bestudeerd voor zijn anti-angst effecten. Handig om dat te doen. Omega-3 vetzuren. Dus onderzoek toont ook aan dat medische studenten die omega-3 supplementen kregen, dus 20% reductie hebben op de ontwikkeling van angstsymptomen. Handig. Nou, er zijn natuurlijk ook nog veel meer verschillende kruiden. Ik vind zelf die citroenbalsem heel fijn. Je hebt het zelfs trouwens al als een soort van douchegel die je kunt gebruiken. En door die etherische olie als het ware, dan merk je ook al dat je rustiger wordt. Nou, groene thee zou ik sowieso elke dag één kopje van drinken. Talloze onderzoeken die tonen aan dat het goed voor je is. Daar zit dus polyphenol in, antioxidanten. En die bieden dus meerdere gezondheidsvoordelen. Dat kan dus ook stress en angst weer helpen verminderen doordat de verhoging optreedt van het serotonine niveaus. Dus ook weer dat genotshormoon. Dan valeriaan, heel populair, is een wortel. En die wordt ook gebruikt met name als je slaapproblemen hebt vanwege het kalmerend effect. Het leuke daarvan is dus ook dat je dat heel makkelijk in een thee kunt drinken. Misschien voordat je gaat slapen. Heel, heel handig. Nou, kava, misschien heb je daar wel eens van gehoord. Dat is geen champagne, maar is een lid van de peperfamilie. En wat ook meer gebruikt als een kalmeringsmiddel in de zuidelijke stille oceaan. En ik zie ook dat het in Europa en Amerika ook steeds meer gebruikt wordt om lichte hoeveelheden stress en angst te behandelen. Maar we moeten niet vergeten dat supplementen ook interactie kan optreden met medicijnen en bijwerkingen geven. Supplement is dat moet je mogelijk al zien als een soort van mini-medicijn. Er wordt vaak niet over gesproken, maar zorg ervoor ook dat je dat eventjes met je arts even bespreekt welke supplementen je neemt, just in case. Nou, de essentiële oliën, die zijn ook handig om dat te gebruiken. Dus misschien denk aan geurige kaas, waardoor je dus eigenlijk al jezelf een beetje traint om rustig te worden. Het gaat ook heel erg om weer die routine krijgen. Dat rustgevende moment krijgen. Want sommige geuren zijn vooral rustgevend. Dus welke ik zelf het fijnste vind is onder andere lavendel. Die drink ik ook in mijn thee. Roos natuurlijk. Nou,
ver, moet ik zeggen. Bergamot. Romeinse kamille. Kamille. Ik heb een pattenvideo over opgenomen. Neroli. Wierook. Sandalhout. Misschien als je het allemaal niks hebt, check dan gewoon even het artikel voor het complete lijstje. Maar waar het op neerkomt is dat jij iets gaat vinden wat goed bij je past, wat goed bij je werkt, waardoor je gemoedstoestand als het ware anders wordt. Dus dat je niet meer het gevoel hebt van haast en stress en fight or flight, maar door aromatherapie strategisch te gebruiken, dat er gewoon angst helpt verminderen, maar vooral ook de slaap verbeteren. Dus als je niet zo goed slaapt, zal ik daar zeker meer onderzoek naar doen. Nou, cafeïne natuurlijk, moeten we ook even opletten. Het is een stimulant die wordt gevonden natuurlijk in koffie, maar ook in thee, misschien wist je dat niet. Maar ook in chocolade, vooral die pure. Ja, en in die hele ongezonde energy drinks, Red Bull bijvoorbeeld, neem dat niet. Want ja, een grote dosering hiervan kan natuurlijk ook stress of de angst, moet ik zeggen, vergroten. En ook niet dat je er te laat nog op de dag koffie gaat drinken. Nou, dit is wel afhankelijk natuurlijk hoeveel jij kunt tolereren. Ik heb een goede vriend van mij, dat is een koffiemachine. Die kan wel 5-6 bakken koffie en er is niks aan de hand. Ik kan zelf ook relatief goed tegen cafeïne, maar mijn schoonvader compleet niet. Dus zorg ervoor dat je dit even goed luisteren naar je lichaam. Want koffie kan natuurlijk wel gezond voor je zijn. Nou, het algemeen wordt meer gezegd, 5 of minder kopjes per dag. Ja, dat wordt dan een beetje beschouwd als een gemiddelde aantal in Nederland. Nederland is, dacht ik, het land met de meeste hoeveelheden koffieconsumptie. Dus zorg ervoor even dat je goed naar je lichaam luistert. Nou, nog een manier, dat is een opschrijven. Een journal. Dus ik heb zo'n mooi dagboek als het ware. En dan maak je gewoon een lijstje met dingen waar je dankbaar voor bent. Dus ik ben dankbaar bijvoorbeeld voor mijn vrouw. Ik ben dankbaar voor een mooi bedrijf waarmee ik mensen kan helpen. Mijn team. Mijn gezondheid. En dat het met name belangrijk om dat lijstje te maken. Misschien 1 keer per dag. Als je een stressvolle periode hebt. Want soms vergeten we eigenlijk alle toffe dingen, mooie dingen die we in ons leven hebben. Ja, dat moeten we eigenlijk niet vergeten. Want soms word je zo geleefd. Misschien als je veel verantwoordelijkheid hebt of veel verplichting hebt. Dat je soms vergeet waarom je eigenlijk leeft. Dus ook meer in het nu zijn is belangrijk. Vandaar dat ik het ook zelf fijn vind om elke dag even een boswandeling te maken. En daar ben ik ook dankbaar voor dat ik dat kan doen. Waar ik woon, dat er een mooi bos is waar ik kan lopen. Waarbij het rustig is. Dus dat ik niet constant lawaai hoor. Dus we moeten ook echt heel erg goed letten erop. Maar nog een interessante is het kauwen van kauwgom. Heel interessant, want dat kan dus ook helpen om te ontspannen. Misschien als je op dit moment rookt. En dat echt een reactie is geworden als je stress hebt dat je een sigaret graag wilt hebben om even tot rust te komen. Zou je dat kunnen vervangen met kauwgom bijvoorbeeld? Dan zou ik een goede vorm wel proberen te vinden. Maar dat kan al voor een stressvermindering zorgen. En doordat je dus roken vervangt door kauwgom, vervang je het wel. Dus dan heb je niet een gat die optreedt. En dat maakt het ook weer makkelijker. Nou, voor mij de meest belangrijke is ook veel tijd doorbrengen met mijn vrienden en met mijn familie. Met name dus ook mijn vrouw. Dus ik heb zelf een regel nu dat ik minimaal 2 dagen per week niet doe aan internet. Dus ook geen telefoon, heb ik allemaal uitgezet. Dat is dan zaterdag en zondag. Want dan wil ik er even helemaal zijn. En dat heeft voor mij persoonlijk echt alles veranderd. Want als je dus een internetbedrijf hebt, als je dus een grote website hebt, zoals Optimale Gezondheid. En daarbij doe ik ook nog een stukje coaching voor ondernemers. Ja, dan kun je best wel geleefd worden vanwege ook alle verantwoordelijkheid die je dan natuurlijk voelt. En ik merk door even een soort van internet detox te hebben, dus niet constant op de telefoon, misschien dit voor jou niet van belang is hoor, merk ik gewoon dat ik veel rustiger word, dat ik veel meer centered word, dat ik me veel beter voel en dat ik ook echt met mijn vrouw kan zijn en dat we echt een leuk goed weekend hebben, samen wandelen. En dat heeft voor mij echt heel veel verschil gemaakt. Dat werkt bij mij persoonlijk beter dan het drinken van lavendelthee of kamillethee of een combinatie. Dus het is ook je mind opnieuw trainen. Dus ook echt beter van wat je geleefd. Want ik moet een voorbeeld geven. Als ik elke ochtend mijn dag zou beginnen met e-mail, dan ga je de hele dag brandjes blussen. En dan merk ik gewoon dat ik niet echt in mijn purpose leef. Dat ik niet echt datgene doe wat ik wil doen. En daar krijg ik ook stress van. Maar lachen is ook belangrijk. Kijk eens een keer een goede film waar je om moet lachen. Kijk een film die je misschien heel erg raakt. Misschien in plaats van Netflix, misschien een film kijken zoals Casablanca bijvoorbeeld. Ik ben zelf weer de oude oldschool films aan het kijken. Simpelweg omdat het echt zo, het raakt je. En dan moet je de volgende dag denk je nog over die film na. Dat is mooi. En dan op die manier kun je het ook allemaal weer beter plaatsen.
Dus er zijn zoveel manieren om stress natuurlijk te verminderen. Uiteindelijk is er niet één tip, één strategie die perfect werkt. Misschien lichaamsbeweging, als ik er één zou moeten uitzoeken. Dus ik één strategie, dat is lichaamsbeweging, omdat je daardoor automatisch je stress, ja, je stresslevels vermindert, doordat er dus ook endorfine vrijkomt. Dus het lichaam is gemaakt om te bewegen. Dus als jij op dit moment, misschien als je een type A-karakter bent, veel stress ervaart en als je dan achter je bureau blijft zitten of thuis blijft, dan wordt het alleen maar groter. En dat willen we voorkomen. En door te bewegen, misschien door even door een bos te wandelen, misschien met je hond of met je vrouw of met je vriendin of met een goede vriend, maakt niet uit. Misschien dat je dan even ergens om moet lachen, dan wordt het al veel makkelijker. Maar er is nog een strategie en dat is leer om nee te zeggen. Deze is ook heel, heel erg belangrijk. Want niet alle stress, op alle stressoren moet ik zeggen, heb je direct controle op, maar sommige wel. En controle krijgen over je leven is cruciaal. Met name als je dus weet wat dus bij jouw stress veroorzaakt. En als je dus een to-do-list hebt die zo groot is, ja, dan ga je daar stress van krijgen. Want dan voel je overwhelmed en dan heb je niet het gevoel dat je controle hebt over je leven. En als we geen controle, als we dat gevoel kwijtraken, dus als je het wagen dat je leren bent met allemaal dingen die je moet doen, word je overweldigend en dat ga je natuurlijk gewoon stress ervaren. Dat is gewoon hoe het is. Dus wees selectief. Leer om nee te zeggen. Het is niet altijd makkelijk. Ik kan je het vertellen. Want ik krijg veel aanvragen ook van ondernemers, van bedrijven die willen samenwerken. Ik moet eigenlijk elke keer nee zeggen. Omdat ik gewoon weet dat het uiteindelijk niet datgene is wat ik wil gaan doen. Maar dat ik daardoor heel erg dat gevoel ga krijgen dat ik overwhelmed raak. En dat wil ik voorkomen. Dus een andere manier natuurlijk om de controle over je stress te nemen is ook bij je prioriteiten blijven. Ik denk dat is wat ik wilde zeggen. En ze niet vooruit schuiven. En ook niet constant uitstellen. Dus als je constant uitstelt, kan dat ook weer leiden dat je reactief gaat handelen. En dat misschien betekent dus dat je niet je scores gaat halen, je doelstellingen gaat halen. Of misschien dat een goede lichaam, een geweldige lichaam gaat krijgen. Ja, en dat heeft weer invloed op je gezondheid. Dat heeft invloed op je slaapkwaliteit. Want als je dan probeert te slapen, denk je daar misschien aan. Ben je aan het malen? De monkey mind, zoals het heet. Willen voorkomen. Dus we maken ook een gewoonte van om een lijstje te maken met prioriteiten, maar ga er niet 30 dingen op zetten. Focus op een paar dingen. Dat is het meest belangrijk. Dus voor mij, voor optimale gezondheid, is onder andere dus deze video's opnemen, vind ik heel leuk. Dus dat is echt waar ik me de focus op leg. En niet zozeer e-mailtjes beantwoorden, want ik vind het belangrijk dat ik echt impact kan maken met optimale gezondheid om mensen te helpen. Hopelijk dat deze video jou gaat helpen. Dat is mijn doel. Zodat je daar misschien 1 of 2 tips uit haalt en dat een verschil maakt voor je lichaam. Dat is natuurlijk mooi. Dat is mijn doel. Dus dat is waar ik me de focus op leg. En niet allerlei andere dingen die natuurlijk die je altijd krijgt. Dat je daar de brandjes gaat blussen in plaats van dat je echt de prioriteiten hebt, duidelijk hebt en weet waar je naartoe gaat. Nou, nog een goede is yoga of pilates. Daar leer je ook je geest als het ware tot rust te laten komen. Je leert dan onder andere ook mediteren. Ik weet nog toen ik daar net mee begon, dus meditatie, tijdens een yoga-sessie. Ja, dat ik, voor 5 minuten was voor mij al een uitdaging. En nu, je merkt dat je als je elke dag een meditatiesessie doet, en dit is ook echt daadwerkelijk aangetoond door studies, misschien 's ochtends even 5 minuten, misschien 's avonds voordat je gaat slapen. Heel simpel, kost niet veel tijd, dat je op die manier ook stress enorm gaat verminderen. Dat is echt hoe het is. En dat kan dus net zo effectief zijn mogelijk als een antidepressiva. Dus dit zijn weer van die hele goede power habits. Eigenlijk goede, gezonde gewoontes. En de meest succesvolle mensen in onze samenleving, die doen aan meditatie. Het is echt heel interessant dus om dat te bekijken. Dus ik zou daar zeker mee een keer mee aan de slag gaan. En het hoeft niet lastig te zijn. Je hebt heel veel apps, goede yoga, of yoga zelfs ook, maar goede meditatie apps. Maar zelfs ook yoga apps, pilates apps, dat heb je. Dat kun je online makkelijk vinden. En dat kan je echt helpen om die gewoonte op te starten. Want daar draait het om het op te starten. En dan wordt het heel lastig om het vol te houden. En dus dan moet je even commitment hebben. En dan wordt het een echte gewoonte. En dan zul je merken dat je een andere persoon bent geworden. En dat is niet volgende week, maar dat is misschien over 2-3 maanden. En dit is eigenlijk ook wat mindfulness is, wat mij betreft. Dus mindfulness, dat is nu natuurlijk echt een term die je ziet misschien overal voorkomen. Maar dat bestaat dus uit oefeningen die je helpen om in het nu
te verankeren. En dat kan je dus ook helpen om angst te verminderen. Misschien ook patronen van negatief denken te doorbreken. Zodat je, ja, je leven als het ware steeds, ja, beter gaat worden. Nou, er zijn dus verschillende methoden dus om mindfulness te vergroten. Nou, je hebt dus onder andere mindfulness, ja, cognitieve therapie. Dus dit is ook echt gebaseerd op stressreductie. En een mooi voorbeeld daarvan is natuurlijk yoga, pilates, maar ook echt die meditatiesessies doen. Guided meditation, daar zou ik dan mee beginnen. Nou, als je dan ook kijkt naar een onderzoekje gedaan door studenten, is ook de conclusie getrokken dat mindfulness echt kan bijdragen aan het, ja, vergroten van het zelfvertrouwen, omdat je verankerd bent. Wat op zijn beurt dus natuurlijk ook weer de symptomen van angst en depressie vermindert. En op lange termijn mogelijk dus ook de effecten van, ja, stress en hoge bloeddruk vermindert. Maar ook knuffelen, kussen, elkaar strelen, noem maar op, kan dus helpen om stress ook echt wel te verlichten. Want er komen namelijk ook weer hormonen vrij. Dat hormoon, dat heet het, ik hoop dat ik het goed uitspreek, oxytocine. En dat helpt cortisol verminderen. En dit kan dus ook weer helpen om je bloeddruk te verlagen en je hartslag te verlagen. Door te knuffelen. Dus misschien als je iemand bent die graag knuffelt, nou, doe dat zeer zeker. Doe dat elke dag, misschien 's ochtends en 's avonds met je partner. Want knuffelen kan echt werken. Het klinkt heel simpel, maar het zijn de simpele dingen die werken. En ja, je ziet het niet voor niets dat chimpansees dat dus ook doen als ze gestrest zijn. Dan gaan ze aan het knuffelen. Soms moet je ook luisteren naar de natuur. Maar ook rustgevende muziek. Dus het luisteren naar, ja, muziek die voor jou goed werkt, kan echt een ontspannend effect hebben. Misschien dat voor jou dat misschien klassieke muziek is. Of speciale instrumentale muziek. Dat kan dus voor die, ja, die ontspanningsreactie kan dat veroorzaken. En dat daardoor dus ook de hartslag verlagen en de stresshormonen. En dit is nog een leuke tip die ik je wil geven. Dus ik doe dit zelf ook. Ik luister graag naar klassieke, Keltische, ja, ook wel een beetje inheemse Amerikaanse en Indiaanse muziek. Dat vind ik gewoon echt heel mooi. En wanneer ik het opzet, merk ik dat ik automatisch rustig word, omdat ik daar al zo lang naar luister. Dus je, op die manier krijg je ook een soort verankering. Wanneer je dus dat stukje muziek hoort, dat je automatisch rustig wordt. Maar ook natuurgeluiden kunnen zeer rustgevend zijn. Helemaal als je misschien in een drukke stad woont, denk dan misschien regen of de oceaan. Dus dat is ook een wat vaak gebruikt wordt bij meditatie. Dus dat soort achtergrondmuziek, dat helpt ook. Maar ook diepe ademhaling, niet korte adem, maar diep. Dus denk dan aan, als je diep gaat ademhalen, dan activeert dat ook weer je sympathische zenuwstelsel, waardoor, ja, je lichaam eigenlijk uit die vecht- of vluchtmodus komt. Dus dat willen we, want wanneer dus dat optreedt, dan worden er natuurlijk stresshormonen vrijgegeven. Wanneer je dus heel, ja, gaat je hart sneller kloppen, je ademt sneller en je bloedvaten vernauwen daardoor dus ook. Dus dat is het hele complete effect die je dus krijgt. En die willen we dus counteren helemaal als jij dus iemand bent met chronische stress. Nou, die diepe ademhalingsoefeningen, die leer je dus ook bij meditatie, activeer je dus dat parasympathische zenuwstelsel. En dat geeft een ontspanningseffect in je lichaam en dan merk je dus dat het eigenlijk alles wel goed komt. Nou, er zijn natuurlijk talloze ademhalingsoefeningen te vinden. Dus we gronden dus de diafragmatische ademhaling, misschien heb je daar wel eens van gehoord. Zodat we niet kort ademen, maar dat we vanuit ons... Dat is eigenlijk de essentie. En het doel van diepe ademhaling is om bewust te zijn op je adem, daarop te concentreren, waardoor het dus langzamer en dieper wordt. En wanneer je dus diep door je neus inademt, vullen je longen zich wat uitgebreid. Komt vanuit je buik als het ware weer naar buiten. Nou, dit helpt dus ook je hartslag te vertragen. Als je zo'n metertje hebt, ik heb hier zo'n iWatch, kun je dat zelfs daadwerkelijk zien. Echt heel interessant. Dus je voelt je daardoor dus natuurlijk ook rustiger. Nou, er zijn ook dingen wat je kunt doen, is ook weer simpel is, meer tijd doorbrengen met een huisdier bijvoorbeeld. Toen ik zelf een hondje had, ja, dat vond ik echt fantastisch. Met de mops om te lopen. Nu moet ik wel zeggen dat het niet echt een sprinter is, maar dat zijn gewoon dingen waar ik goede herinneringen aan heb, ook in een stressvolle periode toen. Dus het is niet voor niets dat veel mensen graag een hond hebben, omdat het echt ook, ja, wel de stress kan verminderen en dat het ook een mooie brug is om te gaan wandelen natuurlijk. Want als je een huisdier hebt, als je een hond hebt, die wil graag wandelen, dat is goed voor zo'n hond. Dus je wil niet de hele dag thuis zitten natuurlijk. En wandelen is ook weer goed voor jou. Dus op die manier, ja, is het eigenlijk een 1-2'tje als het ware. Dus dat kan ook echt wel helpen om stress te verlichten natuurlijk. Ja, door het dus, ja, een doel te geven en doordat je ook dat companionship hebt. Dus gezelschap, het geeft je gezelschap.
Dus dat zijn eigenlijk allemaal van die kleine dingen die je opstapelen natuurlijk om stress te verminderen. En dus ook hoge bloeddruk gerelateerd aan stress te verminderen. Dus zelfs als jij nu in een hele stressvolle periode zit, dat kan zijn. Vergeet niet, alles komt goed. We hebben periodes dat het heel stressig is. En misschien dat het nu lijkt dat het onbeheersbaar is om stress te verminderen. Nou, dan zijn er dus kleine dingen die gaan helpen. En ik zou je dan ook die tip willen geven. Pak één van deze tips eruit waarmee je echt een gevoel had van ja, dat past wel bij mij. Dan ga dat doen. En maak dat een gewoonte. Want die geleidelijke kleine veranderingen die gaan ervoor zorgen dat je grip gaat krijgen op stress. Maar natuurlijk ook het op je bloeddruk. En het verlaagt dus van je bloeddruk. Want het hebben van hoge bloeddruk veroorzaakt natuurlijk ook weer stress. Nou, wil je dus meer weten hoe je dus met natuurlijke remedies de beste tips eigenlijk die ik heb om hoge bloeddruk te verlagen? Want ik heb hier veel onderzoek naar gedaan. Ook met het stukje stress dus. Want deze video heb ik natuurlijk een aantal uitgehaald. Maar het is handig om dat in een gestructureerd pad te gaan volgen. Ja, download dan mijn gratis e-book. Pak daar nog misschien een aantal dingen uit. Misschien wat meer knoflook eten. Dat zijn de kleine dingen die verschil maken. En mocht je echt zoiets hebben, ik wil echt aan de slag, meld je dan aan voor mijn 30 dagen traject, de hoge bloeddruk om de laag methode. Ik zal je daar nog wat meer informatie over mailen, zodra je even het e-book hebt gedownload. Dan weet ik zeker ja, dat jij iemand bent die daar interesse in heeft. Dus klik dan even onder deze video op de link om sowieso even de 29 bloeddrukverlagers te downloaden. Dat gaat al een verschil voor je maken. Pas later echt een aantal tips toe. En natuurlijk ook de tips, met name met stress, die ik in deze video heb behandeld, gaan daar ook mee aan de slag. Ja, en ik zou het ook echt heel tof vinden als je deze video kijkt op mijn YouTube-kanaal om even te abonneren. Als je deze video kijkt op mijn blog, om deze even te delen via social media. Daar help je mij gewoon enorm mee, want daar doen we het voor. Ik wil graag impact maken met optimale gezondheid. En des te meer mensen onze boodschap zien, ja, des te beter het is. Want ons doel is Nederland gezonder maken. Dus ga ermee aan de slag. Fijne dag nog. En dan spreek ik jou in de volgende video. Thank you.